In de eventindustrie, vroeger moest je echt in een slaapzak voor de deur leggen. Ergens, ja. het... Voor het Van Gogh Museum geldt, of voor artists, geldt natuurlijk hetzelfde als voor het naar een live event gaan. Ons uitgangspunt is de, wat, dat we de WhatsApp worden voor events en voor merken, eigenlijk. De live entertainmentindustrie weet als geen ander uh, hoe ze ons allen in vervoering moeten brengen tijdens het evenement. Maar daarvoor en daarna. Daar kan nog heel veel meer gebeuren. En daar is de volgende ondernemer die bij mij te gast is heel hard mee bezig, Kilian Torenaar. Omschrijf dat een beetje goed? Ja, ja vroeger. We hem net eigenlijk, maar ik vond hem wel aardig to the point. hè? Ik vind dat je het mooi hebt gedaan. Ja, ja hè? Ik... Close uh, heet het uh, initiatief. En voordat ik daar alles uh, over wil weten, even beginnen. bij het begin: dus een aantal mensen. Hé, hey, maar Kilian Torenaar, Hiscard uh, History, waar ken ik die man van? Ja, ik, heb, ik heb een boel verschillende dingen gedaan, maar het ja. meest relevant is denk ik dat ik bij uh, vijf jaar bij Marktplaats heb gezeten. Ja. Net nadat eBay dat had overgenomen. Ja. En daar ben ik toen commercieel directeur geweest. Ja. Dus toen, uh, wat we daar deden, was uh, nieuw online advertising. Zeg maar. Dat begon toen net. Uh, daar hadden we een prachtig platform voor waar je mensen goed kon targeten. Ja. Uh, en ik heb me daar met automotive bezig gehouden. En dat waren eigenlijk twee industrieën. Dus dat gold voor advertising en dat gold voor automotive. Ja. Die nog niet erg online waren. Die we heel erg uh, hebben geholpen om online te brengen in die periode. Ja, ja, ja. Uh, dus dat heb ik vijf jaar gedaan. Het uh, rijdt nog steeds laag, hè Marktplaats? Dat doet volgens mij fantastisch. Het is nog ja. steeds een prachtige platform om ja, vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ja, en wat is close? Als nee. je dat nou aan mijn moeder moet uitleggen. Nou, close is een, uh, een, een manier. Zeg maar, het is, uh, wat kan je moeder uitleggen is dat je hebt heel lang uh, in de eventindustrie. Vroeger moest je echt in een slaapzak voor de deur leggen ergens ja, om ja, een ticket ja. te krijgen. Ja. Toen heeft men uh, de online uh, ticketing uitgevonden, waardoor je online een ticket kon bestellen en dan een prachtige PDF uh, in je mailbox vond, ja. zeg maar. En dan daarna kreeg je een e-mailtje en ging je naar het event. Ja. En eigenlijk als je online en live events bij elkaar brengt, dus live events vind ik nogmaals zoals jij ook zegt fantastisch. Ja. Alleen de weg naartoe en de weg na afloop, en soms ook tijdens, is niet zo heel indrukwekkend. Nee, ja, zeker dus, niet op digitaal vlak, zeg maar. Nee, helemaal nee, niet. Dus, nee. dus alles wat, wat zeg maar de marktplaatsen, maar de Cool Blues, de Amazons doen, van namelijk voor, tijdens, na, vanaf het moment dat je binnenkomt, je bij de hand nemen, je door het proces leiden en zowel praktisch als, als leuke dingen brengen. Uh, dat gebeurt eigenlijk bij live events niet, want het is nog steeds een PDF in je mailbox, af en toe is een mail. En dat hebben we nu aangepast. Dus je kan close to. ...van Ajax zijn, maar je kan ook de close to Mamma Mia zijn... ...of close to The Jane in Antwerpen. En dan heb je eigenlijk voor ieder event een, een, een app op ons platform... ...waar je ja, geluid... Is het app-only? Ja, het is mobile-only, ja. Ja, ja. precies. Dus je hebt niet eens een website. Dus voor, nee. Of tenminste, ja, okay. Nee. Um, los je dit probleem wat jij schetst dan wel op met een app? Of is het... Want ik kan me zo voorstellen dat als ik nadenk... ...dan denk ik, ja, live entertainment, gast. Dat zijn allemaal fans die daar komen... En, als je dan nog niet snapt dat het voor, tijdens, na van enorm groot belang is... wie is dan om dat probleem op te lossen? Of, of is er niet veel meer attitude dan in die industrie? Nou, ja, dat is een goede vraag. Want wat je, kijk, wat ik zie, er zijn natuurlijk een heleboel live events die het fantastisch doen. Hè? Uh, uh. En, en, en die zijn altijd uitverkocht. Er zijn ook een heleboel events die het wat minder fantastisch doen... en heel erg hun best doen om uitverkocht te raken. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen in die industrie hartstikke hard bezig zijn... om fantastische live events daar in het midden te creëren... Ja. maar veel minder bezig zijn... wat vroeger ook voor autodealers gold... en ook voor online advertising gold... of o, voor de he? reisindustrie. Ja, <laughs> nog, en soms misschien nog steeds. <laughs> breek me de bek niet over. Maar ja. Nee, maar, maar dat je dus ziet dat, dat men nog steeds niet zo heel erg bezig is... met customer journey... Ja. nog niet zo heel erg bezig is met data verzamelen... met ja. upsellen en dat soort dingen. Ja. Eigenlijk allemaal dingen die, die in ieder geval voor mij... en voor mijn collega's die uit de online industrie ja. komen... Heel gangbaar zijn. Dus we zijn heel erg op customer journey, data en monetization. Dus eigenlijk de online-industrie naar de live-event-industrie aan het En wat moet ik me concreet voorstellen dan? Ik ben event organizer en ik, uh, ik ga close gebruiken. Ja. Wat, 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 hoe ziet zo'n journey nou, wat, er dan uit? Wat nou, Wat doet? wezenlijk anders is als je online bestelt, zeg maar, is het nu eindigt het vaak de conversatie doordat je de PDF download ja. of toegemeld krijgt. Ja. We hebben met Close een platform gebouwd wat we zelf hebben gebouwd, dus from scratch. Dus dat heeft, hebben we met onder andere mijn partner Wiebe Wijkamp gedaan. Die heeft vroeger Iels opgericht. Ja. Uh, weet je wat van Tech? Ja, dus die weet er heel veel van. Dus we hebben een platform gebouwd waar we niet van andere partijen afhankelijk zijn van de Facebook, of de WhatsApp, of, of andere. Ja. Uh, en wat je krijgt is als je een ticket bestelt, dan, dan uh, is het niet meer download uh, uh, download je PDF of je ja. krijgt je PDF, maar download Close to Artis bijvoorbeeld, of Close to Mama Mia, of Close to the Jane. En daarmee download je de app, net zoals je dat nu in de reisindustrie doet. Hm. Daar zitten aan de ene kant heel erg je praktische dingen in. Dus je ticket is daarin te vinden, waar is het, hoe laat is het, wanneer start. Dus al die dingen waar je nu stress van hebt een dag van tevoren, hoe zat dat ook alweer? Zit in één app. Of die op verschillende plekken, die zit op één app. En er zit een, een heel erg leuk element in, in de zin dat je uh, leuke dingen krijgt. Die zeggen: hé hey Ronnie, leuk, je komt over drie dagen naar de Jane. Uh, heb je misschien interesse of kijk hier naar hoe wij dingen koken of hoe wij bepaalde recepten of waar we onze ingrediënten halen. Dus het betekent dat je voor, tijdens en na het event zeg maar in die app in een chatflow wordt meegenomen en wordt geïnformeerd op het juiste moment over de relevante. En met een chatflow draaien. bedoel je een WhatsApp-achtige interface waarin je wordt meegenomen. En ja. maar wie zorgt dan voor al die content? Strategie is misschien een heel zwaar woord, maar je noemt het voorbeeld van de Jane, maar die, die, dan moeten er wel dingetjes zijn om ja. te melden. Ja, nee, dat klopt. Dus we, we werken bijvoorbeeld voor Stage, maar ook voor Jane en dergelijke. Uh, wat je ziet is dat. Wat dat, voor de mensen die de Jane niet kennen? De Jane is een twee-sterren Michelin restaurant in Antwerpen, wat in een prachtige locatie zit met heel mooi eten. En dan heb je een wachttijd van drie maanden. Hm. Om daar, om daar, dus drie maanden tevoren gaat, gaat iedere ochtend gaan de, de reserveringen open. En om vijf over acht zijn ze, zijn ze uitverkocht. En ochtends, voordat je gaat, om acht uur ochtends een live cam. waarin je zeg maar al ziet dat er gesneden wordt. Ja, dat, voor de jou. Cox, dat de Cox bezig is. Hoe zijn. vet. Om en, en plas te doen. Maar ja, dan moet je dan nog. Zijn jullie ook uitgever dan? Of zeg je alleen, nee, wij zijn een technology platform. en voor de rest ja, zit het maar uit. Nou, Kijk, ons doel is om technology platform te zijn. en om de, de hele, hele grote key accounts bij de hand te nemen. Ja. Want, want dat niet doen, dat bestaat niet. Want we hebben iets bedacht wat er nog niet. Was, zeg maar. ja, ja. Dus wat we zien is bij, bij partijen als Stage en Jane... zijn we heel actief om samen met hun te bedenken wat de juiste content is... wat scoort, wat niet scoort, op welk moment je moet sturen, A-B testen... gewoon eigenlijk alles wat bij online marketing gangbaar is. Ja ja. Dus weer hebt... bij een bureau. Ja, dus, en dat is niet schaalbaar. Nee. Dus wat we nu aan het doen zijn is met partijen zoals Techonomy in Eindhoven... dat is een partij die data verzamelt voor uh, sportpartijen... Die hebben heel veel consultants zitten. Dus wat wij eigenlijk willen worden is de Seligent of de Google, om maar onbescheiden te zijn. Zodat je een, een, een aantal hier kan zelf bedient. Daaronder krijg je bureaus die hierin gespecialiseerd worden... en door ons getraind worden. En daaronder krijg je self-service. Ja. Zodat als je, je je, je, je 35-jarige jubileum viert... Dat je daar een, een eigen event kan aanmaken. En met templatejes, dingetjes ja. kan doen. Ja, ja, ja. En, en, waar je, en wat we eigenlijk. We hebben een dusdanig simpel platform uh, bedacht. dat je eigenlijk een app. want dat is het uiteindelijk. Ja. binnen het platform. dat je die in, in drie, vier uur. als je goed over de, de visuals en de content hebt nagedacht. Ja. dat je dat super snel in elkaar kan zetten. Dus dat kan je in drie, vier uur maken. En dan heb je een flow ontwikkeld voor een event. En hoe zit het GDPR en, of AVG privacy-wise? Als ik klantdata opbouw en verrijk met behulp van jullie app, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, we, we, we hebben eigenlijk um, vanaf het begin, nou, we zijn 2,5 jaar geleden begonnen... Hm. En toen, toen zijn we, vooral ook met Wiebe zijn achtergrond, die is heel erg GDPR lover, zeg maar. Ja, ja. Zijn we met brandteisen aan ons, heeft ons aan de hand genomen. Dus we hebben het ook niet eerst ontwikkeld en toen gedacht, oh GDPR. Mm -hmm. Maar juist andersom. Dus betekent dat als je je ticket downloadt, of close to Mamma Mia downloadt. Dan download je het close, de close app, zeg maar. Daar geef je akkoord op onze algemene voorwaarden. En zodra je de, de flow van Mamma Mia ingaat, geef je akkoord op de algemene voorwaarden van stage. En dat betekent dus dat de content of de data die, die in flow gegenereerd wordt, uh, dat die data van stage is en, en naar hun uh, CRM-systeem of en ook van hun is, en daar ja, hebben jullie dus absoluut. verder in. Ja, en daar zijn we ook super transparant in. Hè? Ja. Zowel aan de voorkant bij ons als bij, als bij die partner. Dus dat betekent dat wij ook bepaalde profielen kunnen bouwen. Dus wij snappen op een gegeven moment of jij van basketbal houdt, of van musicals ja. of van allebei. Ja. Um, maar het betekent dat beide partijen uh, info, data hebben voor die profielen. Oké. Okay. En er komt, er komt, we zijn nu bijvoorbeeld voor de, voor de Wandel Vierdaagse. Hebben, hebben een app ontwikkeld voor mensen die voor de eerste keer gaan lopen en mensen die gaan lopen voor de wandelbond. En daar komt gigantisch veel data uit. Want die mensen worden 150 dagen van tevoren wordt je gevraagd: Ronnie, ga je 30, 40 of 50 kilometer ja. lopen? Daar is een open rate van 90%. Daar is een respons rate van, daar weer van, van 92%. Van mensen die zeggen: Ik ga 30, 40 of 50 kilometer lopen. Dus de respons is immens. En, en daar word ja, je eigenlijk door het traject gehaald zodat jij succesvol over een dag of dertig aan de Vierdaagse kan beginnen. Ja, maar als ik uh, als ik zo'n uh, close één keer heb gedownload, uh, uh, is het dan ook zo dat dat ding op basis van mijn profiel... op een gegeven moment, als jij straks weet ik veel, uh, duizenden, tienduizenden uh, events eraan hebt hangen. Ja. Dat ik daar ook als een soort Google doorheen kan struinen of dat die recommendations geven van hé, hey, je bent naar die event geweest, die is ook interessant? Ja, ja, dus het idee is dat wij, als uh, een soort uitgeefplatform, wat je dan ook een beetje. Ja, ons uitgangspunt is wat, dat we de WhatsApp worden voor events en voor merken eigenlijk. Ja, ja. Dat is onze doelstelling. Dat betekent nu dat we dat we eigenlijk een, een kanaal zijn voor stage, of een kanaal zijn voor de J ja. of een kanaal voor artis. Ja. Um, maar wat je dan ziet is dat we op den duur een platform zijn, waardoor jij, als je naar Berlijn gaat en zegt van hé, hey, wat is er vanavond in Berlijn te doen? En we weten dus dat jij van basketbal en van musicals houdt, ja. dan komen daar basketbalwedstrijden en musicals voor jou als eerste naar boven. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk de, de ouderwetse uitagenda. En daar kun je tickets boeken voor, ja. voor die events. Wie betaalt wat, zeg maar, als businessmodel? Uh, nou, eigenlijk is het een heel simpel model. Dus de consument betaalt helemaal niets. Ja. Dus die, die heeft een ticket gekocht, dus het is zijn ticket. Ja. Uh, dat betekent dat de, de publisher of de content owner of de, de evenementenorganisator, die betaalt een licentiefee. Oké. Okay. En daar heb je verschillende gradaties in. Van ja, de, ja dat de, dus afhankelijk van, de, van hoe vaak je event is en de omvang van het event. Ja. Dus, stage hebt bijvoorbeeld voor Mamma Mia 30 keer, globaal 30 keer per maand 1500 man in de zaal. Ja. Maar we hebben ook ALDA gehad, die de AMF organiseert in de arena. Dus dat is eenmalig de arena vol. Ja. En, uh, en Artis is uh, alle online kopers die daar langs gaan komen. Ja. Dus dat varieert. Dus daar zit de licentie En hey, En was dit de eerste keer dat jij echt, zeg maar. Als ondernemer aan de slag wil, of had je daarvoor ook al echt, echt eigen ondernemingen? Nee, ik heb gesprek. wel verschillende ondernemingen gehad. Dus ik heb voor Marktplaats een online fotoservice gehad. Ja. En die was heel succesvol, maar wel een beetje erg vroeg. Dus daar, ja. daar was ik te vroeg mee. Ja, timing is een ding. Het is absoluut een ding. Ja. En ik heb tussen Marktplaats en, en dit in, heb ik totaal offline heb ik een telefoniebedrijf in, in gevangenissen gehad. Dus we leverden in, 600, in 15 landen aan 600 gevangenissen telefonie voor gedetineerden. Wat is daar specifiek aan? Nou, Tijdslot op te horen en wat of? Nou, dat zijn van die roesfestale telefoons die je in de film ziet. Oh, echt ja. gewoon fysieke uh, ja, ja, dat ja. is een netwerk voor. Dus dat, dat is gewoon op de gang, hangt een telefoon maar mee. Maar die is doen. gewoon bestand tegen behoorlijk agressief gedrag. Dat is ja, wat er, maar, ja, maar vooral de software matige. Dus uh, ieder land heeft zijn eigen wensen erin. Dus dat is, uh, iedereen heeft daar een andere doelstelling. Is dat echt een aparte markt, ja? Ja, dat is zo'n niche markt. Maar ja, ja, ja. Wij waren daar toevallig die, die niche speler. Dus, uh, dus ik heb wel. Ik, ik heb eerder ondernomen. Maar hoe was dit om te starten? Want, want je wel wat. Want hoe heb je dit gefinancierd in het begin? Uh, door, door zelf daarin te investeren. Want hoeveel partners ja. zijn dus, je. We ja, zijn met z'n drieën gestart. Ja. Dus met Wiebe en ja. met en met Chris. Chris is een, uh, uh, iemand die bij uh, Industrial Design gestudeerd heeft in Eindhoven. Ja. En daar uh, dus we zijn met z'n drieën gaan zitten. Chris vanuit designperspectief. Ja. Wiebe vanuit development. Jij vanuit de Ik commercie. vanuit de commerciële kant. Maar we vullen elkaar uitstekend aan. Ja. En we zijn... Hoe komen jullie bij elkaar? Nou, Ik kende Wiebal vanuit Marktplaats en vanuit het telefoniebedrijf. Ja. En Chris, kan ik altijd zeggen, die heb ik in de gevangenis ontmoet. Wie uh, zat daar? Die, die werkte bij justitie. Oh. Dus die kwam ik daar tegen die maakte waanzinnige presentaties. Dus we hebben elkaar een keer benaderd. Ja. Dus we zijn met elkaar gaan zitten. Maar, maar, maar hoe? hoe maar, want je moet ook weer niet onderschatten met z'n drieën. Zeg maar, maar het is toch een soort huwelijk. Ja. Maar wat, wat was het momentum dat je met z'n drieën echt zei: van... we gaan dit doen? Nou, We hebben één keer eerder naar een ander plan gekeken. Dat is toen niet doorgaan, omdat de verkoop startte van dat telefoniebedrijf. Ja. En uh, toen zijn we, toen dat gebeurd was, de, de telefonie was best een zware industrie, zeg maar, over... al ja. voor gevangenissen zijn gewoon zwaar. Ja. En ik had, ik had A, heel erg zin in iets heel leuks te doen in ja. de live event industrie. En B, ik zag een heel groot gat in de markt, omdat dat gewoon ja, niet zo goed ondervangen was naar mijn beleving. Dus we zijn met elkaar gezeten, we hadden vier andere plannen die, die sneuvelden binnen een dag. En toen zijn we bij elkaar gezeten, dus we hebben een kantoor gehuurd in, in Amsterdam, dat was een appartement. Daar zijn we... Uh, letterlijk hebben we anderhalf, twee jaar gezeten. Dus toen hebben we eerst, het eerste jaar hebben we het product ontwikkeld. En heel veel mensen uit de industrie gesproken. Gevraagd. Consultants, adviseurs. Ondertussen de software gebouwd. Het product gebouwd. De naam gevonden. Ja. Die was heel moeilijk. En dat is nu close .com dus... Close.com heb je niet waarschijnlijk. Nee, dus nee. We ben... nee. Maar dat boeit ook niet. Product nee. mag je wel close noemen. Ja. En we, dat hebben we ook keurig vastgelegd. Oh. Uh, maar je bent nu dus close to Mamma Mia. Of close to Artis. Of close to... Ja, is dus dat is leuk. Dat werkt fantastisch. Ja. Ooit had Boris Veldhuizen van Zanten bekend in de ja. ondernemer Welcome to, ja. domeinnaam. Ja, Dan kon je de slash bla, bla, bla Dat heeft, heeft hij toen. heeft hij uh, top gedaan, ja. Ja, is toen als een tijd ver vooruit. Ja, dat zeker. Dus we hebben een jaar lang aan het product gewerkt. Toen zijn we, hebben we. Chris heeft geholpen om een waanzinnige presentatie te maken. Toen zijn we, ik heb vroeger artiesten gereden, dus ik kende nog wat mensen in de artiestenbranche. En uh, die hebben mij fantastisch binnengebracht bij een aantal partijen in de eventindustrie. Dus onder andere bij Stage, bij het Nederlands basketbalteam. Eerder genoemd de Jane, uh, Alda, et cetera, et cetera. Daar hebben we ja. een aantal uh, contracten mee gesloten en zijn we dat gaan doen. Als je had launch en customers gewoon. Ja, ja, en dat waren ja. ook meteen de aanmerken uh, in die industrie. Dus dat was fantastisch. En toen zijn we nog steeds met z'n drieën met een schil van adviseurs en developers eromheen. En, en brandeisenachtigen. En toen zijn we uh, op zoek gegaan naar funding. Dat ja. is eind vorig jaar rondgekomen. Hoeveel? Ja, we hebben 3,2 miljoen gekregen. En dat is voor Nederlandse begrippen superveel. Ja, voor en, Amerikaans uh, is natuurlijk niks. Maar. Nee, en dat, nee, en dat was ook ons doel. Hè, want het advies in Nederland is altijd ga een miljoen ophalen. En uh, dat wilden we niet. Ja. Uh, dus tot die tijd zelf gefund. En daar is dus uh, het, 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 het fonds van Ad Scheepbouwer en anderen. Ja. Mensen van Fox IT. Ja. Uh, die hebben daar 3,2 miljoen in, ge, in geïnvesteerd. Dus nu zijn we een grote stappen aan het maken. En, en Ad Scheepbouwer zit ook in de uh, adviesraad. Ja. En, maar ook een mediaman erin. Ja. Uh, Jacques Kuif, oud-directeur van de FD Media Groep. Ja. Waarom hij? Nou, omdat hij fantastisch veel verstand van media heeft. Maar ook daarna heeft hij bij Stage gezeten. Mm, ja, dus hij tuurlijk. kent de live event-industrie enorm goed. Dus hij ja. heeft heel veel contacten uh, in die wereld. En kan ons op dat gebied nog enorm veel leren. Zowel in Nederland als met zijn netwerk. Hij zit nu bij De Winters in Nederland. Dus ja. een... een uh, een partij die marketing doet voor live events. En dat is ook weer een onderdeel van een grote. Die zit in Engeland met heel veel mensen. Dus het betekent dat hij een enorm net. A. enorm veel verstand van zaken. En B. dat hij heel veel, heel veel kennis heeft van die markt. En C. het zijn leuke kerels om mee te ja, werken. Ja dat, ja, dat of vind moet ik. Moet ook een beetje leuk zijn, toch? Ja, en ik heb heel, heel vroeger bij, bij KPN gewerkt. Dus toen was Scheepbouwers de baas van de baas van de baas van de baas. Ja. En dat is nu fantastisch om, om toegang te hebben tot zoveel kennis en expertise. Ja. Uh, dat is wel heel bijzonder. En hoe hard gaan jullie knallen? Nou, we, zijn nu, we zijn sinds uh, december toen zaten we officieel met z'n drie en de schil van freelancers. Vandaag kregen we twee nieuwe mensen bij, dus nummer uh, 21 en 22, kwamen aan boord. En we zijn nu heel hard uh, op gang om, om met, uh, met, met, met werkelijk alle ticketingpartijen. Met alles, iedere grote speler in de live-event-industrie. Maar ook met uh, alle musea, uh, die ook super is voor ons, ook een live event. Dus, voor het Van Gogh Museum geldt, of voor artis geldt natuurlijk hetzelfde als voor het naar een live event gaan. Dat kan je veel, veel, veel nogmaals slimmer doen op het gebied van data, uh, customer journey monetization. Ja. En vooral wat me opviel in die industrie is dat qua data uh, heel vaak koop jij vier kaartjes. Uh, dus kennen ze jou, maar de andere drie niet. En we hebben er echt, echt iets handels in bedacht. In de zin dat we ticketdistributie doen. Dus als jij vier kaartjes koopt, ja. download je de app. Dan is de eerste vraag aan jou, Ronnie, met wie ga je? Ik, adresjes die selecteer je in je, in je adresboek. Ja, natuurlijk. Die, die krijgen een sms, die downloaden ook de app. Dan zit jij met z'n vieren erin. En jij distribueert fysiek of digitaal de kaartjes. En vanaf dat moment krijgen zij dezelfde informatie. Want dat gebeurt nu niet. Normaal krijg jij nu een mail, die ga je echt niet aan mij doorsturen. Uh, maar dan heb je dezelfde informatie. En, er, en, ja, en eigenlijk heeft, heeft Artis vanaf dat moment dus vier contacten in plaats van één. En dat, eigenlijk zijn dat de grote truc. En toch denk ik, wat is nou het belangrijkste uiteindelijk? Is dat de, de kinky software, zeg maar, de kick-ass software, waarbij je dit soort shit hebt ingebouwd, en dat geloof ja. ik ook wel. Ja. Of is het uiteindelijk toch zeg maar, goede content of een goede flow van content, die ervoor zorgt dat ik echt word meegetrokken? Ja, ik denk beide. Dus ik denk, ja. kijk, het alle, allereerste is gewoon waar is mijn kaartje, hoe laat begint het al, al dat gedoe. Dat zit nu ergens in een mailbox. En sommige ja. mensen zijn heel gestructureerd, die kunnen dat prima vinden. Ja. Ik ken ook anderen die dat niet kunnen. Ja. Dus het allereerste gewoon is: je wil je kaartje hebben. En daarom downloaden zoveel mensen close to Mama Mia. Of, ja. of we hebben nu het WK aan basketbal, drie keer drie op het museumplein ja. bijvoorbeeld. Ja. De, de, dus daarom downloaden veel mensen het kaartje. Dat is fantastisch. De tweede stap is, is: je krijgt je ticket en je vrienden ook. Dus dat is heel makkelijk. Yeah. Maar het idee van close zijn is natuurlijk van dat die basketballer zegt: van, wow, yeah. wow, wow, yeah. ik ben er nu, yeah. ik heb er zin in. Yeah. En dat je dus exclusieve content yeah. krijgt. En dat, ik geloof dat als je het niet doet, dat het een leuke app is, zeg maar. En dat ja, ja. En ons doel is nogmaals: WhatsApp zijn voor, voor live events. Yeah. Maar ik denk dat als je dat echt, echt goed doet... en dat hebben we ook bij AMF bijvoorbeeld, zo'n dance event tijdens ADE gezien... daar werd echt goed met content gespeeld. En dan gaan mensen het ook verspreiden. Dan worden ze zelf actief, gaan ze met elkaar chatten. Dan gaan ze een foto met een filtertje maken die ze zelf weer uploaden. Dus als je in dat kanaal die mensen echt als, als je premium customers gebruikt... Ja. Ja, dan, dan gaat het echt vliegen, want dan... Is niet alleen maar praktisch, maar is het ook gewoon echt leuk. Ja. En, en de... api technisch is hier gewoon open, dat je hem overal aan kan ja. hangen. En dat ja. je moet er niet zorgen dat een soort closed ecosysteem Nee, dus, dus ons doel is juist heel erg hè, om te zorgen dat we aan de voorkant met allemaal ticketingpartijen. Dus ja. we hebben koppelingen met Eventim, met PayLogic en uh -huh. andere. daar zijn we nu allemaal aan het bouwen. En aan de achterkant gaat het weer richting CRM-systemen, maar idealiter ook naar Adobe en Salesforce-achtigen. Ja. Uh, en het super interessante is, is dat we nu. Data genereren. Dus steeds vragen bijvoorbeeld: kom je met de auto, de trein, de bus? Dan geeft 65% geeft daar antwoord op. En als je zegt met de trein, dan zit opeens OV92-widget erin. Dus dan heb je die data. Maar de grap is natuurlijk dat heel veel CRM-systemen hebben helemaal geen veld uh, auto, bus of trein. Uh, AMF vroeg: uh, wie vind jij de nummer 1 DJ van de wereld? Of wie denk jij ja, dat de man of the match wordt bij basketbal? Ja. Uh, die velden zijn er vaak nog niet. Dus het leuke is dat. Uh, nou, dat wordt een interessant spel, zeg maar. Ja. Om, om, om die partij te laten realiseren dat er veel meer data te krijgen is. Uh, dan ze misschien wel aan de achterkant nu kwijt kunnen. Ja. En dat is natuurlijk voor de Adobes en de Salesforce weer super interessant. want die hebben dat soort flexibele systemen weer wel. Interessant werk aan de winkel. Zeker werkend. Ja, ik wens je daar heel veel succes heel mee. Dankjewel voor je gesprek. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een aflevering hier op CVD TV. Volg uh, ons. Kun je op YouTube doen uh, en steeds meer mensen uh, doen dat via de podcast. Kun je lekker onderweg kijken. Je vindt onze podcast op alle podcastplatformen die er zijn. Abonneren. Op onze nieuwsbrief mag je ook doen. Maar voor nu vooral bedankt voor het kijken naar dit gesprek. Hoi.